Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer niet met Rutger, maar wel gelukkig met onze Tobias. En ik ben er zelf natuurlijk ook bij. Wat we vandaag gaan doen is voetballen op een voetbalveldje. Ja, we gaan vandaag verschillende voetbalchallenges doen. We gaan even kijken wie van ons twee nou het beste is. En we gaan crossbar challenge doen. We gaan natuurlijk ook een beetje wat freerunnen. Een beetje salto's met een bal tussen je voet of zo. We gaan kijken wie gaat winnen. Denk je dat je gaat winnen? Voor spannend denk ik, maar ik denk wel dat het gaat winnen. Oké, nou succes. Fijne wedstrijd. We gaan de crossbar challenge doen. We beginnen dichtbij en we gaan uiteindelijk steeds verder weg. We beginnen bij de 5 meter. Ik begin. Oké, al mijn mist natuurlijk van 5 meter. Ik ga even laten zien hoe dat moet. Van de 5 meter overschiet is wel moeilijk hoor. Op het latje. Een no look Jan. Doe dan. Probeer eens maar eens gewoon normaal voordat je no look gaat doen. Oké, jouw beurt. Oh, centimeter werk. Nu is het gewoon tijd om gewoon op het latje te raken. Oh. Wat mag nu door naar de penalty stip? Allebei door naar de penalty stip. Ja, wij zijn nu allebei door naar de penalty stip. Degene die het eerst heeft gescoord vanaf de... Die lijn? Ja, die. Die heeft gewonnen. Ja? Dus die heeft gewonnen, wie dit is waar die lijn is. Ja, wie dit is die gescoord heeft, hè? Ah, wie dit is gescoord heeft. Okay. Ik ben aan de beurt. Dit hadden we net nog niet verteld, maar de verliezer die moet kontje kick staan sowieso. Dus dat is niet onbelangrijk. Dat wil je niet. Dat gaat hij waarschijnlijk worden. Van hoeveel meter? 3? Ja, van 3 meter kontje. Oeh, dat is wel lekker dichtbij. Buitenkantje. Oh. Even die bal. Oké, Ab, laat me zien. Wat ga je doen? Ik ga proberen achterstand een beetje even. Zo. Om even een beetje uitdaging in het bed maken. Oké, laat me zien. Oh, jammer. Ah, nu ga ik even scoren, jongens. Let op. Deze gaat op de lat. Dat is voor jullie. Als deze op de lat gaat, laat u allemaal even een likeje achter. Allemaal even abonneren, ja? Als deze op de lat gaat, let op. Hoppakeetje. Sorry, mensen. Oké, jongens. Balletje, crossbartje en gewoon. Oeh, scheelt niet veel. Scheelt niet veel, jongen. Oké, jongens. De trui is uit. Nieuw tent en merch, hè? Nieuw tent of shirtje aan. Dan gaat het goed komen. Klaar. Kopen. Oh, die merch. Tentofreerunning.nl. Oké, ben ik klaar mee. Hij is er klaar mee. Hoppakeetje, over het latje. Zonder stress. Lekker. Nu moet ik hem ook wel eventjes prikken. Strak op de lat. Heerlijk. Kan je zo toevallig heten dat als ik heb geraakt, heeft hij ook geraakt. Nu gaat Toos weer eventjes op het latje schieten. Centimeter werk. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik al 4 jaar niet meer op voetbal zit. En Toos, hoeveel jaar zit jij al op voetbal? 1 of zo, toch? 2 joh. Oké, hij is 2 jaar niet op voetbal. Hij is nog op zaalvoetbal, dus voor mij is het wel iets moeilijker. Maar... Je heeft nu al smoesjes, want hij al weet dat hij mij verliest. Hij is natuurlijk altijd voor mij zich te voetballen. En dat zal vandaag niet anders zijn, jongens. Let op. Oké, let maar even op. Naar dit schotje. Oh. Even op het latje. Oh. Ik ben 1 schot verwijderd van de winst. De eerste winst, hè? De eerste challenge. Ja, maar het is wel gelijk een kontje. Oké, elke challenge kontje? Ja, oké, is goed. Elke challenge is kontje. Ik voel mijn billetjes al een beetje branden. Oh, jammer. Ah, ik ben nog hier en hij is al daar, dus het is minder chill. Op het latje. Hij doet het. Geef ze allemaal even het eindpunt. Spannend. Ja, kijk, die Abbe die kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet voetballen. Maar ja, kan natuurlijk gewoon 1 keer verkeerd raken en dan gaat hij het volgende op het lat. Ja, dat kan. Dus ja, ik moet nu even scoren. Heb je een try, of niet? Nee. Hoezo niet? Deze raak. Ah, je 1 try. Laat me gewoon naar 1 try. Ik win het waarschijnlijk toch. Als 1 try'tje. Ik doe maar met Kevin in mijn hand, want dat werkt. Laatste try, anders moet ik staan. Oké, latje, balletje. Oh, het scheelde zeker niet veel. Zo'n sheet, Ab staat er klaar voor. Dit is waarschijnlijk niet de eerste keer dat hij zo meteen moet staan. Zo meteen moet hij weer, maar... Let's go! Abbe gaat zo meteen waarschijnlijk weer. We gaan nu door naar de volgende challenges. En dat zijn penalties. We gaan penalties nemen op elkaar. Oké, we gaan nu door naar de penalties. We nemen allebei 3 penalties. De meeste scoort, die heeft gewonnen. En de ander moet kortje kick. Yes, let's go! Zakelijk. Zo'n stukje, je had die net niet bij kan. Oké, ik heb 2 penalty's al gescoord, nog 1 penalty. Ik ga maar even zakelijk in het hoekje en dan is dit Stobus' beurt. Jammer. Oké, altijd 3 gescoord, dus nu moet ik dat ook maar doen. Oké, dit is mijn beurt om Tobias' billetjes te schieten.
30. Oké, okay, het staat nu 1-1. En we gaan door naar de volgende challenge. We gaan door naar de volgende challenge. Oeh, de volgende challenge is dat wij van zo'n afstand in de kleine goals gaan proberen. Oké, okay, we gaan beginnen. We staan hier en hij moet dus in dat hele kleine goaltje daar, hier die in het goal staat. Degene die hem eerst raakt heeft, heeft gewonnen. Steven zou hier gaan beginnen. Deze score hoef je niet eens met schieten. Weet je hoe mooi ver het is, gast? Je ziet hem niet eens. Hij zit gewoon één keer. Ga maar goaltje staan. Nee, nee. Hoezo? Ik wil wel schieten toch? Flashbackje, wat ik zei. Degene die hem eerst raakt heeft gewonnen. Oké, okay, ik krijg wel een kans, omdat hij toch wel wist. Hij moet altijd vals spelen, jongen. Vals spelen? Ga maar, ga. Geen slecht schot. Jammer. En dan mag je weer, jongen. Twee voor mij. Oké, okay, Alba gaat bestaan. En ik ga proberen weer te raken. Oh, oh. Heerlijk op zijn kant. Oh, die is niet lekker. Zo, die is niet lekker hoor. Ja, volgende. Oké, okay, Ab, leg jij de volgende challenge maar uit. Is indraaien. Je staat hier op het lijntje van de goal. Maar zo, effectje eraan. Je hebt een goaltje. Zal ik een voordoen moeten? Ja. Oké, okay, nou dat was voordoen. Nu gaan we beginnen dan. Nee, cash. Nee, we doen steepje schaam, wie begint. Ja, hé. Hey. Ja, oh, ik kan er niks aan doen. Niet vertellen dat het is gebeurd. Ja, maar je moet gewoon duidelijk afspraken maken. Oké, okay, nou, okay, we gaan beginnen. Als je goed bent in deze game, ga ik er gewoon op. Oké, kom maar. Oké. Hij mag beginnen. Als je eentje raakt, heb je dan gewonnen? Ja, de andere kant nog even, toch? Oké, okay, is goed. Ja, we doen allebei de kanten. Ja, is goed. Ja? Ja. Ah, jammer. We doen het voor allebei de kanten. En degene dat die, nou ja, het meeste score heeft gewonnen. We doen gewoon allebei de kanten drie keer schieten, ja? Ja. Nee. Oké, okay, Appel voor zijn tweede schot. We hebben allebei nog niet geraakt. Allebei een keer geschoten. Oh. Jammer. Tobias. Oké, okay, Al heeft twee keer geschoten, ik één keer, dus mijn tweede schot. Allebei nog niet gescoord. Ah, jongen. Oké, okay, Ab, laat me zien, jongen. Dus de laatste schot vanaf eigenlijk zijn goede kant, hè. Dus hij moet dus eigenlijk wel scoren. Jongen. En dat doet hij niet. Ab, je gaat niet zo lekker. Het voordoen ging goed, maar daar bleef een beetje bij. Oké, okay, jongens, ik ga gewoon met de camera in mijn hand scoren. Op de paal. Eerste try van Abbemeister. Oké. 1-0 voor Abbe, we zijn er bij de andere kant aan mijn land. Abbe heeft nu één keer geschoten van deze kant en ik moet dus nog schieten. Maar hij staat 1-0. Oké, 1-1. Jij bent nu weer voor twee schoten. Ja. Oké, het is bezig gaan regenen, dus het beeld is misschien iets een beetje met spetters, maar snel de volgende. 1-1. Hoppa, en... Net niet, jammer. Lekker effectje. Ja, lekker effectje, jammer. Nee! Oké, okay, allebei nog één poging. Wie deze score heeft gewonnen. Yes! Oké, dat betekent dus jongens, als ik deze score heb ik gewonnen, staat er 3-1 voor mij. Oké, laatste schotje en de laatste kans. Ik zal hem mooi op het lijntje leggen, dan weten jullie hoe goed die effect is van Tobias. Shit. Ja, die zit in het goaltje. Ja, shit, weer een reetje. Helemaal geen zin in ook. Heerlijk. De derde keer. En ik ga weer mijn derde keer raakschieten. Jammer. Let's go, mensen. Op het reet. Nee, shit. Oké, ja, hij komt hier goed weg. We gaan nu door naar de allerlaatste challenge. Och, op en neer hebben. Yo, mensen. Wat de bedoeling is, een van ons doet een backflip. En anders schieten we even in het kleine goaltje. Wie het eerst lukt, die mag schieten op die andere reet. Dit is de laatste challenge. Staat 3-1 voor mij. Eigenlijk heb ik al gewonnen, maar we doen inderdaad nog even één final challenge. En wie deze wint, die, nou ja, die mag nog een keer schieten. Op en neer hebben. Eerst gaat Albert drie keer en dan ga ik drie keer. Wel in het grote doel. Maar dat telt niet. Ja, dat mag. Oké, Alf heeft nog één poging. Maar hij heeft nog niet gescoord. Nou. Ja, met een linker beentje. Ja, met een linker beentje. Tobias de beurt. Laatste schot. Deze moet erin. Oké, mensen, het beeld is misschien nu iets minder geworden dat de kop door de regen. Dus Abbe biedt even zijn excuses daarvoor aan. Hey, sorry jongens. Hey, het niet zou ik willen dat de regen gewoon niet was. Ik vind de boer gewoon niet leuk. Maar wij maken wel gewoon in de regen video voor jullie. Dus abonneer en like. Hoop ik zie jullie het goed op het reetje.
Oké, die was raak, een beetje bovenkant, maar maakt niet uit. Ik voel niet zoveel van, hij schiet niet zo hard gelukkig. Dit was weer de video voor deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat even een likeje achter en een comment. En het is dus 3-2 voor mij geworden, dus ik ben wel de winnaar vanavond. Laat even weten of jullie vaker willen dat wij gaan voetballen. En dan zeg ik voor deze keer, abonneer zeker. Abonneer gewoon en abonneren. En later, tot de volgende video.